Spikey. Spikey werkt al vanaf de oprichting op de binnendienst van woningadviseurs, ontvangt bezoekers, heet iedereen hartelijk welkom en helpt graag een pootje mee bij de werkzaamheden op kantoor. Maar het is zijn grote droom om net als de makelaar naar buiten te gaan en huizen te bezichtigen. Omdat woningadviseurs echter een NVM-kantoor is, moet je minimaal assistentmakelaar zijn om bezichtigingen te kunnen leiden. Dus geeft hij zich op voor deze opleiding bij NVM SOM. Vol enthousiasme gaat hij elke dinsdagavond naar school, volgt met belangstelling vakken als bouwkunde en studeert wekelijks aan zijn huiswerk. Aangezien woningadviseurs bekend staat om zijn actieve rol op social media en huizen in het hele land in de verkoop heeft, is het ook voor Spikey niet meer dan logisch om een eigen Facebookpagina en Twitter-account aan te maken. Terwijl hij de opleiding tot assistent makelaar volgt, doet hij vast praktijkervaring op door mee te gaan bij bezichtigingen en zijn volgers op Facebook en Twitter te laten zien wat hij allemaal meemaakt. Elke week laat hij onder de naam Spikey on Tour van maandag tot en met vrijdag een huis ergens in Nederland zien uit het aanbod van woningadviseurs. En zijn volgers moeten dan raden waar hij is. Mensen kunnen er alleen achterkomen in welk huis Spikey is door het aanbod op de website van woningadviseurs te bekijken en de foto's te vergelijken met de woningpresentatie. Onder de juiste antwoorden wordt elke week een winnaar getrokken die een unieke prijs krijgt. De Spikey verjaardagskalender met de leukste foto's. Een sterk groeiende groep volgers doet iedere week opnieuw zijn best om te winnen en weet telkens weer het juiste antwoord te geven. De foto's met ludieke bijschriften worden in grote getalen geliked door mensen en steeds vaker gedeeld met hun vrienden. Het bereik van zijn berichten groeit dan ook met de week. En niet alleen dat. Het aantal bezoekers van de aanbodpagina's op de website van woningadviseurs neemt gigantisch toe. Van 45% in de eerste maand tot maar liefst 273% in de vierde maand. Ook de verkopers zien een enorme toename van het aantal virtuele kijkers in de week dat hun huis aan bod komt bij Spikey on Tour. Elke week wordt uit de goede inzendingen een winnaar getrokken die zijn prijs in een opvallende rode envelop thuisgestuurd krijgt, uiteraard in combinatie met een persoonlijk door Spikey gesigneerd kaartje. De verrassing is dan ook groot als de envelop op de mat valt en vol enthousiasme maakt men foto's van de gewonnen prijs en post deze vervolgens weer op Facebook en Twitter. De reacties van de winnaars zijn vaak hartverwarmend. Intussen heeft Spikey dan ook een aantal trouwe fans verzameld die hun enthousiasme niet onder stoelen of banken steken. En dat heeft ook zeker te maken met de individuele gesprekken die hij voert met zijn volgers. En dat zijn soms ook hele serieuze gesprekken, zoals met de NVM, over toegang tot het ledengedeelte en de nieuwe zomeruitingen. En als zelfs de burgemeester van Zeist de humor ervan in kan zien, dan is het feest compleet. Het blijft niet alleen bij algemene reacties, want steeds vaker wordt Spikey gevraagd om hulp bij de verkoop van huizen. En als hij per ongeluk twee keer te laat is met het plaatsen van een nieuwe foto van Spikey on Tour, vragen mensen zich hardop af waar hij blijft. Uiteraard bestaat de dagindeling van de makelaar uit meer dan alleen bezichtigen, en ook die activiteiten deelt hij regelmatig. Dit alles blijkt niet zonder succes. Het aantal volgers groeit in 3 maanden al snel tot ver over de 500. En binnen 2,5 maand heeft hij al een poot kunnen zetten onder 3 koopovereenkomsten. Ook de media tonen hun belangstelling. Niet alleen het vakblad Voor de Makelaardij publiceert een interview over dit bijzondere hondje. Ook een vooraanstaande woonwebsite besteedt uitgebreid aandacht aan hem. Waar dat allemaal heen moet leiden? Ik weet het niet, maar intussen is hij benaderd om de hoofdrol te gaan spelen in de bijzondere film. Ik kan er nu nog niet veel over vertellen, maar daarover hoor je binnenkort vast meer.